Want vroeger mocht je dus overal roken. In de trein, in je klaslokaal heb ik nog meegemaakt dat mijn leraar zat te roken. Noem maar op, overal werd gerookt. En toen begonnen er een paar mensen te zeuren. Want die zeiden, ik kan niet tegen de rook. Nou, ik vond het ook wel een beetje zeurpieten. Maar zo worden wij ook weggezet met die straling. En we zijn geen zeurpieten, helemaal niet. Nee hoor. Dus ik ben ook voor dat we dat voorbeeld gebruiken van rookcoupés, niet-rookcoupés, wifi-coupés, geen wifi-coupés. En gewoon dat hele idee daarop loslaten. Wat dacht je ervan? Yay! Nou, ik moet bijna afronden, hoor ik. Even kijken. Nou ja, wat ik zelf een heel belangrijk punt vind, is dat die telecomwet klaar ligt in Den Haag. Heel veel raadsleden waarmee ik spreek en kamerleden maken zich grote zorgen over deze wet. Om het gezondheid van insecten, mensen, dieren, bomen niet wordt meegenomen. Terwijl wij als burgers, als je je vuilniszak een paar dagen of een dag te vroeg buiten zet, krijg je een boete. Ik bedoel, dat klopt toch helemaal niet van, lijkt mij zo. Dus gezondheid moet gewoon meegenomen worden. En ik ben echt bijna klaar. Nog eentje dan. En wat er ook vaak gebeurt, we worden een beetje uitgespeeld als bevolking. En die tijd is nu echt voorbij, vanaf vandaag wat mij betreft. Superleuk bezig in Utrecht en de gemeente Zeist. En er staan allemaal mensen hiervoor, uit Zeist en uit Utrecht. Helemaal te gek. En wij zijn begonnen huis aan huis te flyeren. Deze fantastische flyer van 5G is niet oké. En ons doel is om heel Nederland te beflyeren. Op 5G is niet oké, / drukwerk, kan je zien hoe je dat doet. En zoek elkaar op en ga gewoon heel Nederland beflyeren. En ik stel voor dat jullie het voorbeeld van Utrecht en Zeist na gaan doen. En laten we gewoon iedereen informeren. Oké? Want dat is superbelangrijk. Dankjewel, Mirjam. We moeten afronden, want aan de overkant is er ook een demonstratie. Maar voordat we gaan afronden, wil ik eerst nog eventjes mijn team, het team wat hier van Stralingsbewust Amsterdam... Meid, ik kan er niks aan doen. We zijn dus al een beetje uitgelopen. Ik ben nog niet klaar. Maar we zijn allemaal nog niet klaar. We willen nog zoveel. Maar helemaal geweldig. Helemaal bedankt, fantastisch. Dank jullie wel. Ik ga van het podium af. En laten we er een hele goede demonstratie van maken. Dankjewel, Mirjam. Ik wil graag het team wat hier deze organisatie heeft gedaan, eventjes naar het podium halen. Dus Annette van Hoorn, Mine Jappar en Marije Vreven. Kunnen jullie even naar het podium komen? Dit is Annette. Mine en Marije staan al klaar. Het is tijd voor actie. Dus we hebben de banner gepakt en hier om de hoek neergezet. En jullie zien hun daar zo meteen, want zij gaan daar mee voor oplopen. En dan gaan we op weg naar het Museumplein en de stralingsvrije toekomst. Ja, ja, Manette. En ik wilde je gewoon even ontzettend bedanken. Jullie alle drie dus. Want jullie hebben jullie zo uit de naad gewerkt om met flyeren en dit gewoon ook neer te zetten. Dus daarvoor hartstikke dankjewel. Dus ik begrijp. Ik begrijp. Zij staan dus. We gaan uit die hoek beginnen. Zo de Raadhuisstraat op. We gaan zo. Oké, we gaan dus aan die kant zo meteen beginnen. Dus we gaan over 4 minuten... Ja. Nou, we lopen gewoon achter de banner aan. Ja, dag lieve mensen. Ik hoop dat jullie ons nog kunnen horen van Healing Sound Movement hier bij het begin van de loop en voor ons een beetje het einde. Maar gelukkig hebben we Rob Verbogen nog even te pakken gekregen, die volgens mij iets met Mona te maken heeft, maar daar mag hij zo wat over zeggen. En die heeft ook eerlijk over straling en volgens mij staat ook gelijk de website. Kun jij een beetje aangeven wat jij het nou belangrijkste vindt qua doel van deze dag en die natuurlijk wereldwijd, ik geloof zo'n 250 steden, nog eens een keer herhaald wordt? Ja, dat klopt. Nou, het belangrijke van deze dag is inderdaad dat die wereldwijd is. Dus er zijn talloze landen wereldwijd die er aandacht aan geven. Echt honderden steden, is goed. En ook hier in Amsterdam op de Dam, met ook een mars. Waar willen we aandacht aan geven? Aan het 5G en wel het voorkomen van 5G. Omdat er geen enkel biologisch onderzoek gedaan is, serieus, of het überhaupt wel veilig is. Er wordt maar doorgedramd om 5G maar even in te voeren. En dat gaat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
waar staatssecretaris Mona Keizer verantwoordelijk is voor het 5G gebeuren. Ah, daar hebben we Mona. Daar is Mona. Aardig iemand trouwens. Maar feit is dat het onderdeel gezondheid eigenlijk geheel vergeten wordt. Er wordt continu alles genegeerd. Terwijl met de komst van 5G wordt de hoeveelheid straling alleen maar meer. Terwijl er nu al gezondheidsklachten zijn bij de huidige stralingsbelasting. Die, en dan moet ik even zeggen, de overheid zegt en ook een RIVM, dat is onder de norm. Ja, dat klopt, maar die norm is ook de hoogste ter wereld. Dus daar blijf je wel onder. Net zoals dat je geen 1200 km per uur mag rijden op de A2, bij wijze van spreken. Wat wel leuk zou zijn trouwens. Misschien wel, dat denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus er zitten verschillende kanten aan dat 5G. De Tweede Kamer is ook aan zet. En dat is een tweede doel wat we vandaag willen doen. Dat is dat politieke partijen van de Tweede Kamer nadrukkelijk vragen. Kijk hier nou eens goed naar. En ga niet zomaar even voorstemmen. Gelukkig in juli waren er al een achttal politieke partijen die in het debat allerlei kritische vragen stelden. Ook hele goede, is een motie aangenomen. Inmiddels zijn er nog wat meer politieke partijen bijgekomen. Ook op gemeenteniveau zie je dat overal raadsinformatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Bijvoorbeeld afgelopen donderdagavond nog in de gemeente IJsselstein in Utrecht. Maar dinsdagavond bijvoorbeeld bij de gemeente Barneveld. Binnenkort ook hier in Amsterdam. Dus er gebeurt heel veel en dat is ook echt nodig. Want er moet nu aandacht komen voor het gezondheidsissue. En niet zomaar even een frequentie van 5G gaan veilen en even 915 miljoen euro ophalen. Dat is dezelfde mevrouw Mona Keizer. En dan de gezondheidsklachten maar gewoon vergeten. Want dat is een belangrijk punt en dat is het derde doel. Dat is in Nederland volgens het onderzoek van de overheid zelf, notabene, het Kantar-onderzoek. Die stelde al vast dat in 2017 3% van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten ervaart door straling. Dat zijn meer dan 500.000 mensen. En die lopen nu overal tegen de muur op, want de meeste artsen weten weinig van straling en gezondheidsrisico's. Die komen dan in een soort zolkcircuit. Denk aan klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen, gejaagdheid, stress. Duizeligheid of concentratieproblemen. Dus niet al meteen alle ernstige, maar ik zou haast zeggen de huis-, tuin- en keukenklachten. Maar die heel veel ergernis zorgen. Ook veel geld kosten van ondoelmatige gezondheidszorgkosten. Ja, en misschien, dat heb ik vandaag een beetje gehoord, maar niet helemaal. Als ik dan denk aan de mogelijke cumulatieve en synergetische effecten, en dan hebben we het zelfs over andere cumulatieve netwerken, of het nou over vaccinaties, over geoengineering, gezonde of ongezonde lucht, gezond of ongezond eten. Als we dat bekijken, dan zijn dat soort symptomen misschien wel de eerste indicatoren dat er iets serieus aan de hand is voor op de lange termijn. Exact. Plus dat is goed dat je het ook aankaart. Er is namelijk nog een effect. Als je, bij ieder mens, als je lichaam onder invloed komt van straling. Kijk, de ene die kan er snel van herstellen. Maar ieder mens merkt iets. Het wordt beïnvloed. En wat blijkt nou? Dat als jij een bepaalde ziekte onder de leden hebt. Denk aan Lyme of andere ziektes. Dan is je lichaam eigenlijk bezig als afweermechanisme met die straling. En dan heeft het lichaam minder energie over om de feitelijke ziekte te bestrijden. Dus een hogere vatbaarheid voor andere ziekten zelfs? Ook dat, maar bijvoorbeeld je gaat minder snel herstellen. Bijvoorbeeld als je Lyme hebt. En met andere woorden, dit is echt een belangrijk punt. En dan niet bedoeld om paniek te nemen. Maar ga nou eens fatsoenlijk, wetenschappelijk met elkaar in overleg. Zorg nou eens voor deugdelijke informatie. Want als mensen gewoon thuis 's nachts de wifi uitzetten, hun smartphone niet onder een hoofdkussen doen, hun smart tv ook de wifi uitzetten, van een laptop, ook al is die bekabeld, ook de wifi, die moet je apart uitzetten. Dan zorg je dat je in de nacht je stralingsniveau belasting omlaag brengt. Kan je lichaam tot rust komen en kun je overdags gewoon volop aan de gang. En daar moet nou eens eindelijk eens een keer goede communicatie over komen, want dat is er niet. Wat ik vandaag een beetje gemist heb, ik ben benieuwd of jij daar wat aanvullende informatie op kunt geven. Ondertussen worden we helemaal weggestraald en weggedrund. Maar gelukkig hebben we een hele goede microfoon, dus die haalt dat achtergrondgeluid wel weg. En mooi, ze zijn gestopt, ze hebben geluisterd. De vijand, hè, we willen natuurlijk naar oplossingen zoeken, maar laten we even de advocaat van de duivel spelen. De vijand, de regelgevinginstanties, de normeringen die niet betrouwbaar zijn, de industrie die in bed ligt met de overheid. Allemaal hartstikke leuk. Maar is de grootste vijand niet de human condition, de menselijke geest zelf? Want als ik kijk naar hoe verslaafd we zijn en hoe weinig bereidwilligheid er is om het juist in het heilzame te doen. Hoe weinig zin er is om afstand te doen van al die leuke apparaatjes. Hoe gaan we daarmee om? Is dat ook niet ook een heel groot probleem? Dat is inderdaad een probleem. Ik moet altijd denken aan Johan Cruijff. Die zei, ieder voordeel heeft zijn nadeel.
Kijk, als je één glaasje drinkt, schijnt het wel te kunnen. Maar tik je 5 kratten bier weg op een dag, dan schijnt dat niet goed te zijn. Kijk, ik zie het zo, vanuit Johan Cruijff's gedachte, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ga er zorgvuldig mee om. Dus zorg dat je ook niet verslaafd wordt. Het aspect verstraling is natuurlijk weer een ander aspect. Er zijn verschillende publicaties ook over geweest. Een boek wat heet Digitale Dementie is er één van. Maar het is zeker zo, als je gaat kijken naar het verslavend effect. Niet voor niks zijn er al tal van verslavingsklinieken die naast drugs, alcohol ook bijvoorbeeld internetverslaving pakken. Maar daarmee is niet het product internet verkeerd, maar de manier hoe je ermee omgaat. En dat is wel degelijk een punt van aandacht. Maar ik moet zeggen, het had mij persoonlijk geen enkele moeite gekost om hier de hele dag een verhaal af te steken over de verschillende punten. Dus je moet toch een keuze doen. Dus tot zover. Maar ik zie daar gewenkt worden. Ik moet gaan lopen. Ja, lieve mensen. Jij gaat gewoon lopen. En de camera die volgt gewoon dat er gelopen wordt. Dan hebben wij een afsluiting van vandaag. Oké. Dankjewel. Hey, graag gedaan. En maak er wat moois van. Gaan we doen. Komt helemaal goed. Dankjewel. Oh, ik moet spontaan nawoord doen. Ik dacht dat de cameraman de opmars ging filmen. Nou ben ik helemaal van mijn apropos. Nou, ik ben, was en hopelijk zal zijn John Consemulder van Healing Sound Movement Televisie. Dat hadden jullie wel begrepen. Ik hoop dat jullie ook naar de andere filmpjes gaan kijken. Waarschijnlijk gaat dit in segmenten uitgezonden worden. De interviews, maar ook de integrale lezingen hier in Amsterdam, zullen we maar zeggen. Kijk even naar de aftiteling die nu in beeld komt. Ja, Ingolf, dat kun je wel regelen. Terwijl ik zo, ja, dat regelt hij allemaal wel. Zo prachtig. En ga even op zoek naar de website en onderzoek. Zoek het even zelf en kijk wat je zelf van al die informatie vindt. Want daar word je veel wijzer van dan dat je uit het reguliere circuit wordt verteld. Dat is duidelijk. Dankjewel.